NDP-parlementariër Rachid Doekie heeft vandaag tijdens de begrotingsbehandeling aandacht gevraagd voor de sleephelling van Bigipang te Nikeri, die in slechte staat verkeert. Het recreatieoord is namelijk moeilijk bereikbaar bij een lage waterstand. Hij vraagt zich af waarom de verantwoordelijke ministeries niet in staat zijn het rehabilitatiewerk te gunnen aan een aannemer. Hoe sneller er wordt gewerkt, hoe meer inkomsten kunnen worden verdiend, merkte Doekie op. Die sleephelling van de Bigipang. We praten over toerisme, we praten over alles. Maar Bigipang ligt mij dicht bij het hart, voorzitter. Ik ga al langer, of laten we zeggen uitgerekend, 55 jaar daar. Chimboy miganga mi pa, et cetera. Bigipang was gesloten. 18 jaar, Noamano Bemango, dicht geslip, rotzooi. Minister Surjan weet dat, minister Elias weet dat. Toen ik DC werd van Nikeri, heb ik gezegd, eerste, tijdens mijn maiden speech heb ik gezegd, morgen begin ik ermee. Vrienden bij elkaar getrommeld, dat was een omwikking. Vandaag is er liever, daar op kampen gebouwd, noem maar. Er is een inschrijving gehouden. Om die sleephelling een beetje op te kalefateren. Laat de overheid dat doen. De parlementariër vindt dat te veel ministeries zich bemoeien met dit toeristische trekpleister. Naar zijn mening moet slechts één ministerie volledige verantwoordelijkheid dragen over het gebied. En laat de overheid een keertje beslissen welk ministerie over Bigipang gaat. Op dit ogenblik heb je deelverantwoordelijkheden. Je hebt het ministerie van LVV, die daar een juridictie over heeft. Minister OW, minister RO, minister ROGB. En wanneer het gaat om te beslissen, wil iedereen op de voorste rij. En tere mama puramuni, de maidoka bakasi. Als ministerie, niet de ministers persoonlijk. Ik ben falikant tegen dat je een tour operator, een stakeholder, een belanghebbende vraagt om het te gaan maken. Ik zal u niet verder zeggen wat er gaat gebeuren. Ik ga u niet verder zeggen. Ano Kang. En elke dag verliest het land, meneer Gilmore, hoofdraadminister, duizenden aan inkomen daar. Dat was NDP-parlementariër Rachid Doekie vandaag tijdens de begrotingsbehandeling. Hij heeft de regering gevraagd de sleephelling van Bigipang zo gauw mogelijk te renoveren.